dat hele stiek, dat ging raar doen. Dus dat heb ik nou helemaal al vastgezet. Ja, drie keer er doorheen geweest met de machine. En daar ligt mijn grote meid. En waar Rijka is, oh, daar ook. In de mand. Een kind. Ja. Ja, en zo ziet mijn eettafel er nu uit. Ja, tuurlijk. Zo, lieve vrienden, een hele goede middag. Ja, oprecht een goede middag. Het is vandaag woensdag. De week is weer door het midden gegaan. Ook dat nog een keer. En het is de 15e van de 11e 2023 en we leven 4 minuten over 3. Ik ga de meisjes nog weer even uitlaten, want het is eindelijk weer eens een keertje droog. En ja, en moeder de natuur riep bij mij zelf ook, dus ik kon ook niet eerder. En er waren wat andere dingetjes. Dus dan ga ik even snel met meisjes uit en als ik terugkom dan pak ik de booster uit de schuur en dan ga ik even naar de DA drogist. En als ik dan terugkom dan gaan we, denk ik, hier aan de gang, ja. Weet het nog niet, legt het me net aan, dan krijg ik onverwachte visite, ja of nee. Je weet het hier maar nooit, het is net hier soms de zoete lieve inval. Maar als er niemand komt dan ga ik aan de gang, ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet gewoon. Van alles wat met jullie doen, maar ja, het is hier heel vreemd weer. Grijs, goud, zonnig. Au, dat deed ze in jouw oortjes. Ja, dat klapperde zo tegen mijn hand aan. Daar zit kracht in die oortjes van jou. Ja. He? Maar in ieder geval, het is daar 12 graden. Het is hier, er staat hier niks. GBP/USD. En, nou, het zal, ja, daar staat ook 12 graden. Ja. Nou, dan kijk ik even op mijn telefoon. Wat die zegt. Even koekeloeren. Kijken of die verandert, ja of nee. 11, zegt hij. Dus, 11 graden op de telefoon. Nou, dan zal die het ook wel. Maar ja, dan moet ik het vragen. En dan vervecht ik dat, hè. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Ik heb mijn rollator al hier staan. Met mijn jas erbij en mijn sjaal erbij. En dus. Oh, en. Wat zeg ik? Het regent steeds, et cetera. Maar. Buienalarm. Toen net als ik keek. Noppen. Niendo. Ja, noppen. Gaan we naar die andere toe? Ja, een heel klein heuveltje, maar die moet nog komen. En het regent nou, wat het spoelt, zeg maar. Want anders had mijn deur niet in één keer zo donkerrood geworden. Van dofrood naar, nou ja, zowat bordeaux. Hoe dan? Ja, ik weet niet hoor, maar het regent wel. Nou, wel regent het weer wat minder, daarnet kwam het echt goed naar beneden. De deur is nou knalrood. Donker, heel donker. Nou ja, in ieder geval, wij gaan er toch lekker er doorheen, want het moet toch gedaan worden. Toch? Ja, dus ik zou zeggen, geniet. Doei. Ja. Nou, jullie zien hier een stoel staan van de eettafel. En die staat hier niet voor niks. En daar staat een bakje wat ook op de eettafel stond. De tafel is half leeg. En ik heb net een naaimachine op zijn plek gezet. En mijn rok die ligt alweer hier ook kant en klaar. Dus die kan ik weer aan.
Want zoals jullie weten, wat ik had verteld, ik even zien waar ik wezen moet. Dat hele stiek, dat ging raar doen. Dus dat heb ik nou helemaal al vastgezet. Ja, drie keer er doorheen geweest met de machine. En daar ligt mijn grote meid. En waar Rijka is? Oh, daar ook. In de mand. Een kind. Ja. Ik heb het lief. Maar in ieder geval, wat gaan we doen? De eettafel verder leeg halen. Ja, dat gaan we doen. Dus ja, dat dus. En het resultaat gaan jullie straks wel zien. Dus het komt helemaal goed. Ja, het komt helemaal goed. Enkel dat moet ik eigenlijk nog steeds in elkaar zien te zetten. Breek het vat niet voor. Dus het gaat in de keukenla en dat vind ik andere jaar wel weer terug. Het gaat allemaal in een zakje. Een boterhamzakje of een diepvrieszakje. En dan weet ik het tenminste te vinden. Als ik die al nodig heb, kan ik het vinden. Zoiets. Maar in ieder geval, we gaan verder aan de slag. Dus ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen. Maar geniet een beetje met mij mee. Alles maar klein. Beetje. Dus toepiedokies. Ja, en zo ziet mijn eettafel er nu uit. Ja, piedok. Dat is niet zo. Allemaal vaccinelichtjes erin. Ook daarin zat het plantje in. Die doe ik nooit aan, dat kerststukje. Dat durf ik niet. Nee, zo'n held ben ik daar niet mee. Dus, zo ziet het er nu uit. Ja. De rest hadden jullie allemaal al gezien. Ook de stal, daar zitten ook lichtjes bij in. Hebben jullie gisteren ook al gezien, maar wat jullie nog niet gezien hebben. En dat ga ik nou eventjes doen. Deze kaars. Die kaars. Daar zit ook wat in. Maar dan moet ik hem even aandoen. Ja, we horen hem gelijk al. Het lijkt net iets voor in een snoezelkamer. Enkel af en toe geeft hij herrie om dat glitter te laten bewegen. Maar hij is mooi. Dus ja, dat dus. Hé, wat vind je er mooi? Nou, dat is dat ding hoor. Ja, die geeft her. Hé? Ja. En die ligt er lekker bij. Maar ja, in ieder geval de eettafel is klaar. Mijn bureau moet nog gedaan worden. En daar staat in die doos een lamp. En die moet ik daar nog ophangen. Ja, en dat ben ik vergeten. En toen was het donker. Ik denk, ja, nou kan het niet meer. Moet wel licht zijn, hè, als je dat doet. Ja. Mooi, hè. Maar oké, lieve vrienden. Ook hier moet ik nog vaccinelichtjes bij in doen. Ja, zeker te weten. Want die doen het niet meer, geloof ik. Ja, misschien ook nog wel. Ik weet niet eens wat mijn aansteker is. Ook dat nog.
En die behoort daaronder. Waar is mijn aansteker? Oh, hierop, kijk. Hoppata. Gaan we dat eens even proberen? Die doet het nog. En die doet het ook nog. Maar daar in dat huisje, daar moet nog een kaarsje in. En daar moet nog een kaarsje in. Ja, dus dat gaan we even doen. Zo zeg ik dat. Later zeg ik niet van alles. Ja, en ook de keuken is weer schoon. Tot op zekere hoogte. Ja, Rieter Maatje, dat staat er altijd om die hek regelmatig nodig. Dus we hebben zelfs hem opruimen. Hij is wel schoon, maar ik heb hem wel eens nodig, ja. Ja. Zo simpel, want ik heb hier wel plantjes staan die water moeten hebben. En waar het gittertje is, ja, Joost mag het weten. Ik geloof dat die ook boven is, want daar heb ik ook plantjes staan. Ja. Yeah. Dus. Maar in ieder geval, Willy wil wel, die mag de planten, tenminste die erboven staat en die daar wel even weer nakijken of ze water hebben, nodig hebben, ja of nee. Ja, dus, nou en ik ga televisie kijken, zometeen GTST en dan editen. Meer. Yeah. Hi kind, hi kind, kom maar, zij kan lachen. Ja, zij kan lachen. Heel erg leuk is dat. Zodra ik haar weer lachend kan, zodra het kan en ik heb een camera bij de hand, dan laat ik het jullie zien ook. Maar ja, ze hadden net weer geen zin. Ze moet natuurlijk ook zin hebben. Ze moet ook maar een reden hebben tot lachen. Maar ja, zo'n leuk gezicht. Tandjes laten zien. Het is niet echt. Het is niet gronden wat een hoop denken, want het grond er niet bij. Het is echt lachen, big smile. Hé, kind? Ja, hé. Kunnen we ook lachen? Rijka. Ik zal hier het licht even uitdoen. Rijka, kun jij ook lachen? Kun je ook lachen? Kun je ook lachen? Kun je ook even lachen? Of niet? Laat eens zien. Kun je ook lachen? Nee, gaan we niet lachen. Hé, gaan we niet lachen? Hé, geen reden tot lachen. Gaan we niet lachen, meisje? Nee, jij wilt naar buiten, zeg maar. Nou, dat mag hoor. Ja. Nee, zullen we jou even buiten laten, hier? Even geduld. Dat ja, lieve vrienden, geniet van jullie avond. En geniet een beetje mee. Ja, in de kerstfeer. Watertje staan. Ja. Komt helemaal goed. Of niet dan, Rijka? Hele verbuikie. Dan gaat ze meestal zo staan. Hé? Jij. Jij, kind. Ben je lief? Is Rijka lief? Jij. Oh, is je zo lief? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ook Elwin is natuurlijk hartstikke lief. Ze zijn allebei heel erg geweldig lief. En die gaat zo naar buiten en ik ga wat voor mezelf doen en editen. Ja, dus ik zou zeggen, geniet ze. Zo, lieve vrienden, ja, het is weer hartstikke laat. Later geworden dan ik verwacht had. Ik kijk net, ik denk, oeh, chips. En ik moet er morgen op tijd eruit. Yeah. Want morgen komt mijn begeleidster Karin, tenminste als ze niet afappt of wat dan ook. Maar dat zullen we beleven. Dus ja, we gaan lekker slapen. De meisjes die zijn halverwege de avond uit geweest, dus dat hoeft nou ook niet meer. Ja, ze gaan de tuin zo meteen nog in en daarna is het horizontaal. Dus lieve vrienden, ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker. Met mooie dromen, morgen uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. En God die houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg, graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot morgen.